Dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Heb je een mooie traditie of een ruime collectie, dan ga je dromen en stel je de vraag, kan ik die ergens onderbrengen? Kan ik tentoonstellen of een lokaal museum maken? En hoe begin je daaraan? Erik de Keizer stond aan de wieg van Klinkspoor in de Klingen en kan dus precies vertellen hoe je een idee laat groeien tot de vaste stek die je vandaag kan bezoeken. Grenscentrum Klinkspoor combineert vier erfgoedthema's. Het oude spoor tussen Mechelen en Terneuzen, de Waase klompennijverheid en de klompcollectie, de natuur en de vele bossen in de omgeving en tot slot de landsgrens België-Nederland, waarop de site ligt. Volgens Erik de Keizer is het simpel. Het gaat om kansen zien, ze benutten en ze uitspelen. Welkom op het Klinkspoor. Vandaag is dat een gewoon resultaat waarvan iedereen zegt, tja, dat is toch wel iets apart. Maar in beginsel begint dat heel veel jaren terug met gewoon een idee te maken van wat komt hier allemaal samen op deze site. Je hebt de trein die hier passeerde van Mechelen-Terneuzen, die hier precies de grens moest passeren. En als je spreekt over een grens, dan krijg je allerlei facetten die daarbij te pas komen. Eerst en vooral die trein. Maar dat betekent dan ook dat er hier moet geladen en gelost worden, dat er douanetoezicht komt, dat er hier een quarantaine stond waar dat dieren moesten opgeslagen worden om te zien of dat ze niet ziek waren. En zo krijg je in één keer een hele reeks facetten samen op één plaats en dan zeg je, wat doen we ermee? En dan is er een samenwerking gekomen met de gemeente om te zeggen, kijk, hier is een café, hier is een mooi terras, kunnen wij hier de baan die hier voor die café loopt niet seponeren en dan krijgen we hier een mooi terrein waar iedereen kan zitten en die idee is gerijpt en dat heeft dan aanleiding geweest om te gaan kijken, kan de gemeente daar ergens subsidies voor krijgen? Dat is een werk van jaren vooraleer je iets vindt dat kan gesubsidieerd worden en zo is hier een buitenaanleg gekomen in 2013 waarbij die vier thema's op borden duidelijk naar de bezoeker worden uitgelegd. Toen al voorzien van QR-codes, waardoor mensen nu met de smartphone hier op zoek kunnen gaan en enorm veel kunnen beleven. En dan is dat stilletjes aan verder uitgegroeid. In 2015 is dat uitgebreid met een dodendraad, omdat we hier op de grens zitten. Dus weer zo'n facet van de grens die heel specifiek was in Wereldoorlog 1. Daarna zijn we dan de site terug gaan samenstellen, want alle gebouwen zijn hier verdwenen. Dan hebben we met een 3D-printing hebben we dan heel de situatie teruggemaakt hoe de toestand hier was in de jaren 30. Terug het station, terug een quarantaine, alles terug uitbeelden, waardoor de mensen terug een beeld krijgen van hoe het hier vroeger was. Dat is dan gecombineerd met alles wat met natuur te maken heeft. Want op Belgische kant heb je het Stropersbos. Aan de overkant heb je dan het Waterwingebied. Twee totaal verschillend geëvolueerde bosgebieden waar heel wat te leren is en waar Natuurpunt en ook Natuur en Bos hier hebben leren samenwerken over de grens om op een gelijkaardige manier in Nederland en België toch wel op een gelijkaardige manier verder te werken. Het thema smokkel is uiteraard aan de grens niet weg te denken, maar als je daaraan bezig bent, krijg je automatisch het verhaal van de grenspalen. En dat maakt het geheel hier van heel die site zo aantrekkelijk, dat men dan gezegd heeft, oké, nu zijn er ook subsidies te krijgen om een gebouw in te richten. En dat is dan hier het grenscentrum Klinkspoor geworden, waar we de algemene geschiedenis eventjes confronteren met de geschiedenis per thema, het spoor, de klompen, de natuur, de grens en dan hebben we dat allemaal in kaart gebracht en hebben wij binnenin het grenscentrum, maar dat is best te bezoeken met een gids, dat je dan de complete uitleg krijgt van op welke manier zijn nu die vier thema's zo aan elkaar gelinkt, zo aan elkaar gebonden en tegenwoordig hebben wij nu, dat is de meest recente evolutie, een werkgroep grensdorpen die zelfs probeert om al de verschillen en de gelijkenissen aan beide zijden van de grens, over de strook hier van Nieuwnamen tot Overslag, om alle verschillen tussen die twee gebieden volledig in kaart te brengen en dat zelfs in detail te gaan bestuderen. Binnenkort is hier een cursus dialect. Hier wordt gezocht achter hoe het onderwijs in elkaar zat, want vroeger moesten de kinderen van Klingen, moesten naar Belgisch Klingen naar de school komen. Het verhaal van de protestanten en de katholieken in de Spaanse tijd, hier komen zoveel facetten samen, dat je echt hier een opleiding kunt geven aan gidsen en die kunnen op
hun beurt dan groepen hier rondleiden. En het is boeiend om dat gedurende een uur, twee uur gewoon te volgen. Dikwijls gecombineerd met een wandeling in het bosgebied of in het dorp, waar je dan al die facetten terug tegenkomt. Het is op zich een zeer boeiende site dat heel veel volk trekt. En alles sluit hier altijd af op het terras met een lekker pintje. Ik had al lang het idee om te zeggen van hier komen heel wat punten samen, vier thema's. En dat was het al moeilijk om alleen al een titel te vinden. Hoe gaan we dat noemen? En uiteindelijk hebben we dat dan gedoopt als klingspoor. Kling verwijzend naar de klingen en spoor verwijst naar het spoor van de trein. Maar ook de klompen maken een spoor in de grond. De smokkelaars maken sporen in de grond en in de natuur de paddenstoelen maken sporen. Dus eigenlijk dat klingspoor was dan een ideale titel om dit gestalte te geven. Dat idee is meegenomen naar de gemeente en de gemeente heeft dan hier gezorgd dat er hier een café werd overgenomen door de gemeente, dat hier in concessie staat en dat hier enorm veel volk trekt, want die café is altijd al een trekpleister geweest van smokkelaars, van personeel, van de spoorweg, dus dit was altijd al een drukke bedoeling en je kan heel dat verhaal kapselen in hetgeen wat hier te zien is. Eens de gemeente overtuigd is, ga je natuurlijk moeten zoeken achter partners. Ga je contact nemen met Natuur en Bos om te zeggen, jongens, we zitten met Bosbeheer, het Zeeuwse landschap, om te zeggen, mannetjes, wat kunnen we hier doen rond natuur? Dan ga je kijken dat er een vereniging is, de Klomp de Klingen VZW, die rond klompen toch wel heel veel weet en waarin ook een uitgebreide klompencollectie zit, die ook ter beschikking zou kunnen gesteld worden als hier iets zou gemaakt worden. Het thema van de smokkel en de grens is uiteraard ook sterk gekend, omdat beroepshalve dan ook weer gecombineerd was met de douanestiel. En dat je dus ook alles weet van wat zich daar afspeelt. En op die manier hebben we in feite al die facetten kunnen samenbrengen. Zijn we gaan zoeken naar de erfgoedcel, zijn we gaan kijken naar Europese subsidies. En moet je dus zoveel mogelijk partners rond de tafel krijgen om dit geheel gestalte te geven. En uiteindelijk is dat dan gegroeid. En tegenwoordig is dat de werkgroep toerisme van de gemeente Sint-Gilles, Waas, die dat in feite coördineert als er nieuwe projecten moeten opgestart worden. En is het de Klomp VZW die hier zorgt voor de praktische inrichting van deze gehele site en die het beheer doet van de supposten om dat op zondagmiddag open te stellen voor het grote publiek. Wat hier belangrijk is in heel dat klingspoor, om dat uit de grond te kunnen krijgen, is echt wel netwerking. Je moet enorm veel contacten hebben op allerlei terreinen. Je moet weten wie is er verantwoordelijk voor wat. Vooral omdat je hier ook grensoverschrijdend wil werken, moet je goede contacten hebben met bijvoorbeeld een burgemeester in Hulst, om te kunnen klaarkrijgen dat ook hij hier het fietspad verlengt, want we hebben hier een mooi fietspad, maar het heeft 3 jaar geduurd om alleen dat fietspad tot in Hulst te krijgen. Je moet daar iedereen gaan overtuigen van het nut ervan. Je krijgt ook veel tegenwerking, omdat men dan zegt, hé, de terminus was de Klingen, hier de café en nu ga je doortrekken naar Hulst. En de mensen zitten dan bezig op sociale media, niet begrijpende dat er dan ook wel 100.000 Zeeuws-Vlamingen zijn die via datzelfde fietspad hier een eerste keer een leffe kunnen drinken aan een euro goedkoper dan in Nederland. Dus het heeft zijn voor- en zijn nadelen, maar je moet al die kansen zien, je moet ze benutten, je moet ze uitspelen en weten bij wie moet ik zijn om wat te kunnen bereiken en op welke manier pak ik het aan om dat allemaal gecoördineerd bij elkaar te krijgen. Dat is een oefening van jaren. Nu, ik ben zelf gedurende jaren schepenen geweest, dus je weet ongeveer hoe die politieke molen draait om dat klaar te krijgen. Maar je moet ook heel veel wetgeving gaan bekijken, want wetgeving in Nederland ziet er totaal anders uit dan wetgeving in België. Bij ons is een toeristische dienst gebonden aan de gemeente. In Nederland is toerisme gebonden aan een VVV en heeft niks te maken met de gemeente, tenzij een kleine subsidie dat ze krijgen. Dus al de manieren van aanpakken moet je ten gronde kennen en moet je uitspelen om op die manier iedereen te overtuigen. Dat duurt jaren, maar eens als je iedereen gemotiveerd krijgt, is het ook prachtig om er de resultaten van te zien. En nu zie ik bijvoorbeeld met de cursus dialect dat zowel de inschrijvingen vanuit Belgische kant als vanuit Nederlandse kant komen. En dat dus dat grensoverschrijdend karakter dat we hier toch wel gerealiseerd hebben, dat dat steeds meer gedaante krijgt en dat dat een beetje zelfs begint te woekeren. Waardoor dat er steeds meer onderwerpen komen waar men zegt, hé, dat zouden we ook eens moeten bekijken. Dus het wordt altijd maar boeiender en boeiender om hier voordrachten te geven, om hier uiteenzettingen te geven, tentoonstellingen te geven, powerpoints te presenteren. Dus het wordt altijd maar boeiender, maar het thema wordt altijd maar uitgebreider en uitgebreider. Maar dat is het leuke van het geheel.
Eens dat je al die jaren hebt gewerkt aan een klinkspoor, dan was je altijd op je eentje bezig met het uitzoeken, met het beschrijven, met opzoekingen te doen. Je hebt daar jaren in alle eenvoud aan het zoeken geweest, zonder hulp. En eens dat je dat kader gemaakt hebt, dan komt het naar Jan Publiek. En heel opvallend, vanaf het moment dat Jan Publiek het weet, dan zijn zij het die het in elkaar gestoken hebben. Mensen komen me vaak hier op terras vertellen over de smokkel, over de klompen, dat ik denk van, tja, tja, jij kunt niet anders gedaan hebben dan iets van een brochure gelezen, een boek gelezen over hetgeen wat wij er zelf samengesteld hebben, want die know-how was totaal onbekend. Bijvoorbeeld, station is afgebroken, maar in welk jaar? Niemand kon dat nog zeggen. Uiteindelijk heb ik dat te weten gekomen door bijvoorbeeld alleen de stenen van hier, van het entrepôt, hebben gediend als fundering voor het bouwen van een parochiehuis in Torp. En op die manier komt het dan te weten wanneer een gebouw wordt afgebroken. Want in de geschriften, in de archieven van de gemeente, vind je wel wanneer iets wordt opgericht, maar nooit wanneer het wordt afgebroken. En dat is telkens een victorie als je zoiets dat niet gekend is terug kunt opdiepen, dat je mensen hier op een terras hoort zeggen, oh, maar ik weet er alles van, mijn grootvader was een smokkelaar, goed wetende dat die grootvader nooit over de smokkel sprak, want hij liep nog altijd het risico om gepakt te worden. Dus iedereen zweeg als vermoord als hij ooit gesmokkeld had. Dus dit zijn zo allemaal van die boeiende verhalen dat je hier krijgt. Mensen die jou gaan uitleggen waar het station hier stond. En dat is dan dikwijls een heel ander gebouw dan hetgeen waar het werkelijk gestaan heeft. Dit is telkens zo frapperend. Maar stilletjes aan begint dat toch te groeien en beginnen mensen te weten wat het is, hoe het eruit ziet en men is nooit zand in eigen land. Je krijgt meer bezoekers van de vreemden die hier interesse hebben in Dodendraat dan die van het eigen dorp, want die zeggen van, daar weet ik alles van, daar moeten mij niks niet meer over vertellen. En dat is het boeiende, dat je blijft studeren. Nu is er weer de schrijver, Dirk Brakke, die twee boeken achter elkaar hier laat vertrekken met een trein op de Klingen. Dus zo wordt heel dat opzoekingswerk nu weer levendig als iemand gewoon als jeugdschrijver twee boeken gaat schrijven die hier vertrekken in het dorp, hier aan dat spoor. Dan is dat boeiend dat je zegt van uiteindelijk is dit werk allemaal niet voor niks gedaan, want er wordt telkens op verder gebouwd door iedereen en dat maakt het zo boeiend. En elke keer komen er hier nieuwe ideeën, komen er hier nieuwe toepassingen en elke keer zeg je, tja, daar had ik nog niet aan gedacht. Het groeit en dat is plezant.